dat is niet zo mooi. Moeten we hem doodschieten of niet, Geel? Nee. Maar hij moet mij niet doodschieten. Hij mag niet dood, hè, en hij mag niet weggaan. Hij loopt helemaal te bloeden, die gast. Er zit daar gewoon een sniper even sneaky daar. Sneaky bastard. Peekaboo! Ik heb gewoon scheid. Shut up. From here on out, I talk. Waar lig je daar de pijp uit? Now move. Dat is niet handig, Mike. Je had beter even de helikopter naar beneden kunnen halen. Of is hij kapot? Oh, kunnen we niet meer naar boven dan? Dat wist ik niet. Nou, dan zijn we fucked. Aangezien ik bijna alle auto's heb gesloopt. Maar ik dacht, ga je door redden. Volgens mij kan je wel naar boven, toch? Ah, jawel, geen probleempjes. Maar het zou wel lastig gaan met die, die gast die je bij hebt. Als je iemand bij hebt. Nee, ik kan er niet met hem op, dus je moet even naar beneden. De man is in de kofferbak. En dan doen we een sleeptouw aan die andere autootje, toch? Ja, dat is dan. Uitstappen! Ja, alleen die gas kan daarin. Wat een onzin. Wie schiet er ons op ons dan? Oh, een andere job. Oké, mis. Hier is toch wel raak. Come you go, bitch. Filmpie! Wie had er van de filmpie? Lijkt wel een beetje op al die andere filmpjes. What can you tell me about the man running the camp? Carajo, I don't know. He's a gringo. Big man. Guys like stones, you know? Es malo. Even the guards are scared of him. He got a name? One of the instructors, they call him Bookhart. Carl Bookhart? You know who he's talking about? There was a Sergeant Bookhart with the Rangers when I was in the camp. We worked together a couple of times. Shit. Cool. Jullie lekker niet. Ik wil veel pew-pews. Niet deze pew-pew. Niet deze pew-pew. Hell? Emilio gave us a name. Carl Bookhart. Dude's an American? He's the guy I'm thinking of. He used to be an army ranger. We even served together for a while. A ranger? No fucking way. Bowman's getting confirmation now. She'll get back to us when she knows for sure. Witches up here. I see it though. No. Got some background for you on Carl Bookhart. Looks like you were right. His 214 has him in Iraq with 3rd Battalion, 75th Ranger Regiment back in 03, discharged in 06, and then he drops off the radar. I'm getting the notion he's kept in shape. Our deserter tells me he's at a cartel base located inside the abandoned Choza Padre silver mine. Find Bookhart, take him out. Killing him will disrupt the cartel's training program for months. Copy that, we'll get it done.
Klaar om de boel op te blazen? Out, it, neem aan dat dat een jou is. Nee, nee, dat werkt niet. De verdieping naar beneden moeten werken. If this cartel station shut down, the rebels might be able to come out in force. Hij is weer dood. Ja, herhaling. Herhaling. Hier, die voor jou. Geniet of niet? These things take time, but if things go our way, the locals will give you their full back. Net even revive ben, dan heb ik zoveel seconden invisible ability. Maar deze heeft pew pew's. Was het nou geniet of niet? Dat was de vraag. Genieten. Was genieten. We've got a positive ID on the cartel senior instructor, a former army ranger named Carl. Dag Chop Chop. The guy broke bad when he went to work for the cartel. Now we've got to eliminate him. Chop got chop. Die zei boom. We're closing in on Bookhart's last known location. We really gonna do this, boss. Kill one of our own. Bookhart stopped being our brother the day he went to work for the cartel. You see him, you take him out. No hesitation. Nu doe je het gewoon expres, Edo. Als ik maar expres laat doen, dat is ook niet normaal. What the fuck, zit die gast vandaan? Man. Zit er nog meuk door of wat? Nee. Harleus. Moet het toch helemaal ergens anders zijn? Nee, in de grot. Zo'n pocket. Damn, that's gonna hurt in the morning. Oké. Okay. Can't go down. Buckle up, people. Is het diezelfde grot waar we toen die een keer helemaal kapot zijn gegaan? Nou, lekker. Met auto erin, mijn auto zei boem.
muis zit een beetje raar. Ja, waarom niet? That's one down. Pep gaat Rambo. Got eyes on Bookhart. Target marked. Huh? Kan hij jullie twee andere kanten? Oh. Blijf lekker liggen. Kill. Oké. Okay. Good work in Montauk. Losing Bookhart's gonna have a major impact on the cartel's training program. Mikey was the hero. Santa Blanca's best troops are going to be stretched thin to try and cover for the loss. Moest die niet gevangen worden? Stond killed. Right. Daarom zat ik er echt nog te kijken. Now, finally, we're starting to push back. Keep at it. We got him. Bookhart's dead. Hell of a way for a ranger to die. Kijk hier dan. Kijk wat een faal hier. Dan moet je kijken wat een faal. Quiz? You do. Kijk. Kijk wat een faal. Zo jammer. Ik wil in het mijnkarretje en ik wil rijden. Dat is nou van onzin. Dit vind ik ervan. Boom shit. Oh, dat leek het net extra spectaculair. Hoe je daar doorheen liep. Vond je het niet? Stem is zeker aardig aan de kloten dan. Zo, weer spectaculair. Ik doe het toch. Oh, je vergat die, dan wat doe je nou? Je vergat die en je vergat die. Allemaal mis! Hoe bestaat het? Ja, best wel. I got the demo set. Wat als ik hier overheen ga dan? Maar dat kan nou weer niet. Oing. Had het fijn geweest als ik hier een motortje had, weet je? Allemaal aan één kant, hè? Dat is een belangrijk. Intercepting. Is hij nou naar ons toe gereden? Ik snap nooit het probleem, weet je, zoveel is genoeg. Dat was de bestuurder die ik even kapot schoot. Dat was een rocket. Dat was jammer. Slet.
gonna pay, you're gonna pay! Oh, je pay. Godsamme. What the fuck? Doe wat? Oh, er zat een gastje gewoon. Take the shit. Ja, ga nou maar dood. Dan maak ik niet meer uit. Die twee gastjes. En ook één gastje aan de andere kant. En er komen reinforcements in, dus doe rustig aan. Geen paniek. Geen haast. Hero gaat zich uitsloven hoor, gaat hij winnen. Op diezelfde plek staat nog een gastje. En Hero gaat ervoor. Gaat Pep redden. Daar gaat hij hoor. 1, 2, op z'n key. De pijp uit. Je kon toch je medicoon gebruiken, Hero? Oh ja, ik heb de medicoon. Ja, dat vergeet ik ook altijd, ja. Waarom denk je daar nu niet aan? Ja joh. Slecht man. Waarom moet ik daar aan alles denken? Ja, nee. Dat is ook wel. Weet je wel. Waarvoor ben je dan anders? De stemmen gelden. Waarvoor hebben we Pep? Ja, om ons alles te helpen herinneren. Zeg ja voor en zeg nee voor. Ja. Zeg nee voor. Nee dan maar, ja. Maak toch geen zak uit. Ik wil deze bus! Niemand gaat mee in deze bus? Frag out. Frag out. Come mierda, culeros. Je overleeft gewoon alles. Even fast travel naar mij. Oh, fast travel hoeren. Ja, een paar gebieden naar boven, dus gewoon helemaal naar boven. Als je slet nou weer heen gehaald. Weer een DLC level. Weer? Ah ja, dat is iemand. Was dat een main missie voor jou, Hero? Ja. Dat is de DLC blijkbaar. Maar ik heb hem niet kunnen accepteren. Als hij in een loodscherm zat. Kan je hem nog een keer doen, Hero? Of staat hij wel geactiveerd voor mij? Ik weet niet zeker. Ja, heb hem wel geactiveerd. Hoppakee. Oei. Oh. Maar rocket aan. Of niet? Wat zit daar? Die wil de target tegenhouden. Woehoe! Super dodge. We gaan wel naar beneden. Moet je kijken wat een goede spot bij de volgende chopper. Goed voor mij. Dat is wel echt goed. Oh, choppies hier. Even rustig al. Kom eens hier. Hé, hey, hol. Kun dit? Goed zo. Braaf. Nee, jou ook. Ik snap het. Jou ook. Wat?
Ah, komen ze me flanken. Loing. Waar is Pep Gay dan? Buiten. Ja, dat ben ik ook. Je bent helemaal buiten. Waar was je gerespawnd? Ik werd toch kapot geschoten. Of ik ging dood. Nou. Ja. Gezellig. Ja, dat moet je niet doen. Dat is mijn taak. Nu komen er zijn wel heel veel unipapas, hè? Dus je moet uitkijken. Plus wij willen ook nog wat slachten. 6 seconden, kom op Pep. Overleef eventjes. Ja. Goed zo Pep. Kut. Ja, ik ben er al gelukkig, dus dat scheelt wel weer. Pas me op, je kan beter doodgaan en opnieuw doen. Wel nee. Daar zit het alweer. Omsingeld door heel veel vijanden. Nou, jij bent echt de lul daar. Maar ik heb je rug. Ik heb er geluk mee. Als een pik. Boom. 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 Let's get back on mission. Guessing El Comandante has some big plans. Let's not storm the gates at all. We need something more direct. They don't got racing stripes, but it might have muscle under the hood. I suppose. Proceed with caution. Oh, jongens, dit printje boven de steen door. Ik zit wel op een goede spot op zich, wijze. Chopper vandaan komt. Oh, dat is niet erg aardig. Oh, ze beginnen nu van die kant te komen. Gezellig. Oké, rustig aan. Dat dacht ik ook. Zijn er nog wat? Ik ben er toch wel een beetje op te raken nu. Comiencen el ataque. Sneaky.
ging niet jou te doen dan. Pooping. Dat was een leuk gevecht. Where is this prisoner now? He's in a convoy. Been transported to headquarters. Target is down. Homies komen eraf. What the fuck? Ah joh, ik zet even mijn shit. Ja, werkt dat? Ja. Dat is nice. Thanks. Ideetje. Nou, jullie gaan weg met Haley. Ja, doei. Lol. Ja, je kan er niet landen, dan sloop ik de job. Nee, maar dat we moeten destroyen. Grab the prisoner, oké. Nou, schiet maar. Dat hij ons nog zo kwijt schiet. Jezus. Ik krijg een schietmachine wanneer ik geen. Hoppa. We krijgen ook enemy chopper tegen ons. Die is gevat gevaarlijker. Waar? Hij is kapot. Ik ook. Wij ook. Jullie zijn ook allemaal dood? mooi. Nee hoor, ik niet. Hè? Huh? Nou, heb jij geluk. Ik ben wel dood. Jij overleeft blijkbaar wel een explosie in het job. Huh? Misschien heeft hij meer punten een explosie overleven. Ja. Kan. Volgens mij had ik dat ook maxed uit, maar ja. Ik vind het maar een beetje zoals Pep. Kui! Toch Pep? Pep vindt dat ook. Maar die objectives die komen zo meteen tegen, dat is handig. Moet gewoon naar ons toe rijden, zie je dat, hè? Kom, gaan we op de weg liggen en dan gaan we open fire! Dat vind ik een leuk idee, ja, dat gaan we doen. Iedereen op de weg! Gewoon heel veel gezellig, dat was ook al liggen hier zo. Ja, niet op de rots op de weg! Dat is veel leuker. Waar is Ido dan?
Laden. Serieus? Nou, dat is fucked up. Ja, ik ben er nu. Nee, hij heeft hem alweer gestold, zeker. Nou, laten we Peppe doen, dan zijn wij de backup. Hij staat stil, hè? Try, Pep. Wat? Edo? Ik ben kapot gereden. Je mag hem niet doden, hè, Pep. Fuck, took you so long. Inderdaad, hij heeft mijn wachel. Het is een speciale bus. Extra rammel. I'll drive. Dat was wel een beetje grappig. Dat was daar niet expres bedoeld. Ik wilde precies wat naast die gas zetten. Oh, fuck! How about you don't let me get shot next time? Zit die gas daar al de hele tijd? Ja, die zit erin, de wegrijden. Nee, eerst moeilijk doen en die gas kapot schieten. Tango down. Oh, wacht, stop. Gaan even zonder jou, oké? Okay? Doei. Wow. Schiet die gasten, Pep. Schiet die gasten. Ja, goed zo. We wachten op je. Ja, want anders schoten ze die bus naar de kloten, weet je. Ga maar. Zit die gast er wel in? Oh jee, dus wat in de achter. Als ik alweer bijna vergeten. Die zit daar achterin. Play doelloos, man. Ja, Pep, jij moet ons beschermen. Aangezien hier nog... Daar hebben we gewoon geen ene reet aan. Dus jij moet al het werk doen. En die auto is bijna stuk, hè. Dus ja... Oh, er zit wel een weapon ding, weet je. Willen we die negeren? Nee. Negeren. Gewoon doorrijden. Oké. Vaardigheidspunt is het. Je rijdt verkeerd. Nee hoor. Nou, nu weer goed. Shit. Nee, dat die echt gewoon de kip dat ik uitzoek. Moet wel eens een keertje ophouden met smoken, Pep. Aan de kant. We zijn nu. Let's heat it up. You know, there's a reason why the rebels don't keep these things running. Like all the bullets the cartel throws at them. Guess we'll have to throw some back. Oh, gelijk een side mission ernaast. That's nice. Waar moet ik hem heen brengen? Blijkbaar ergens in het gebouw of zo. Kill confirmed. Listo. What the hell you want with me? Pep is stiekem wat pakken. That's up to you. Stiekem. Willing to carry a message back to the cartel for me? What do you want me to say? Tell your Buchan. Shit, tell everybody to listen. That El Comandante can't be trusted. He's looking for a way to stab the cartel in the back. What
Red Dot. De Rus Red Dot. Is hij completed the shit of wat? Hebben we hem nog nodig? Kill hem maar. Hij staat vastpakken. Oh, er is trouwens een side mission gestart. We moeten het gebied verlaten. En dan is de missie klaar. Nee joh, we worden eerst aangevallen dat we stand moeten houden vanwege een andere missie. Ah, prima. Ja, wordt de moeilijkheidsgraad wat hoger, toch? Mooi. Maar volgens mij moeten we dan die missie weer opnieuw doen. Ah, nee. Wat een onzin. Nee, Pepe mag niet dood. Waarom denk je dat ik hem in de hoekje zet? Dat je hem ook doodschiet. Allemaal rebels opgeroepen. Diversion, weet ik het allemaal. Need rebel support. Here's your right, compadre. Er zit een enemy bij jou boven, Scorp. Scorpie, Scorp. Nee hoor. Er staat bij mij aangeven, zijn er. Ja, dat is die gast. Ah, grappig. Heel in dat huisje daar. Dan kan ik het autootje zo aanzetten. Steen. Dat is het autootje. Jongen. Is kapot. Dat is het andere autootje. En de chop ook nog eens. Oh. Dat was bijna bij. Nog meer chops. Battle chops zelfs nu. Ah, nee, geen battle chops. Over. That ought to get the rebels fired up. Je hebt nog steeds, nou, steeds Sharky. Assist. Welke auto? Deze? Oh, waarom niet? Ziet er lekker gaar uit. In de achterbakken mee. In op Hero's plek. Hier denk ik, shit, dat is mijn plek. Waar moet ik heen? Gewoon het gebied verlaten, gewoon wegrijden hieruit. Vroom vroom. Echt zo van, moeten die gasten pakken en beschermen, wat gaan we doen? Die missie start worden of aan worden gevallen. Oh, mooi. Maar die gast dan? Dat boeit niet, die kunnen we nu killen. Yay! Gewoon door het raam schieten dat hij dood is. Hij is gewoon opgegaan in gewoon een soort zwart vlekje geworden. Boom boom. Lift. Ja,
you. Hier zit iets. Laatjes. Ja. This says we can find an airdrop care package if we just look in the right place. Let's roll. We'll let the rebels know where to find these supplies. They could pay us back later. I got it. I'll drive. Okay, waar nu naartoe? Kom zo maar keer, moment. Dan gaan we even naar die vaardigheid. Til el comandante. Hierboven zit het vaardigheidspunt. Of hier beneden. Wie de fuck is dat? Wie die ook was, is nu dood. Het glijdt zo in de lucht. Echt, die realisme spat er wel vanaf. Kill El Commandante. Leuk. Gelukkig is het niet zwaar beveiligde basis. Dat scheelt weer niet. Huh? Ik zou zeggen, scheur die kar gewoon naar die El Commandante. Kill die gasten en smeer hem gelijk. Klinkt dat een goed idee, toch? Buk gewoon door de dek heen. Zullen we dat tankvoertuigje daar nemen? Ja, dat is wel een goed idee. Dan kunnen we lekker rushen. Anders zijn we zo lang ik bezig. Alles. Ik doe paf paf. Ik ga passagier niks doen. Weg met die oude schroot. Kut. Waar? Doe maar wiebel, wiebel. Toch? Dacht dat. Wij zijn de army. Wij zijn onschuldig. Waar zit die gek dan?
Waar zit El Winker? Hierin? Ik weet niet, ik denk het. Ja, ik ga net ja, toch kijken, weet je. Ik ga even het gebouwtje kijken. Er komen ook enemies aan, dus dat is ook niet zo vrolijk. Ik gok dat die gewoon in dit hol zit. Zo, lekker geracht ben ik gelijk. Oh, oh. Oh, oh, oh. Waarom ga je altijd dood als ik dood ga, Hero? Ik zweer het je, deze gast gaat altijd dood wanneer ik dood ben. Ik voel mij zin hoor, dat is ook niet dood. Waarom doe je dat nou? Ja, waarom ga jij dood? Omdat ik jou bij me heb. We weten allemaal dat kapot gaan en niks doen mijn taak is. Stiekem doodgaan, Pep. Ja, ga mij redden. Ja, goed. Ja, ja. Nee, nee. Nee, nee. Alle tijd om te resten. No. Gaat superheld spelen. De echte. Anti-held zul je bedoelen. En dan. Oh, en naar boven. Paniek, paniek, paniek. Gaat wordt heel. Gaat heel. Wordt... ja, dat dacht ik al. Dat dacht ik. Ik zag hem helemaal paniek richting boven rijden. Ik denk, die is fucked. Ik was al fucked. Doordat jullie per se dood moesten gaan. En nee, nu ben je helemaal fucked. De voeten wou ons dood, wij komen niet voor. Ja. Wij dachten van... Waar is Hero nou? Toen dacht Hero, waar is Mikey nou? Toen dachten wij allebei, waar is Pep nou? En Pep was er, maar Pep deed niks. Ja. Dat is jouw schuld. Ja, yeah, of course. Oh. Ik ben wel degene die last man standing vaak is. Ja, daar gaan wij ook vooruit. Oh, oh, oh. Nou, we gaan het opnieuw proberen en dit keer pakken we zo'n tankwagen weer. Gaan we weer naar binnen. Maar kan, of pak zo'n rammelpak. Dank u wel. Aardige gozer dat, hè? Hoppakee, knal. Valt niet op, zo'n hele harde gerechte wagen. Blijkbaar gaat niemand rijden. Dat is cool. Oh, Hero zit er wel in. Oh, hij zat er wel in, Hero, maar hij ging niet rijden. Ah, dat is logisch. Kom, gaan we met deze auto. Of niet. Hero is chillen. Ik zit er wel.
Hij rent ervoor, geweldig. Oh! Ik lig hier bij die gasten. Hè? Hij zit in dat huisje gewoon. Maar ik heb hem neergeschoten, maar je moet hem identify. Ik krijg niet de kans. Toen gaat hij meest identify voordat hij mij... En niet gelukt. Je wordt beschoten door snipe. Achter je zit een sniper. Ik hoop dat je mij kan niet vijven dan. Ja, daar zit hij inderdaad. En rechts van je zit een sniper, Pep. Als je de deur uitgaat. In een toren zit hij. Weet je hoe ik daarachter kwam, Mike? Doordat je poef in je bil kreeg. Ja, ik wou eerst poef in je zijbil. Dat is het niet de sniper waar je heen schoot. Nee, je moet echt naar buiten, je kan hem niet zien. Denk ik. Misschien wel. Ja, daar ja. Kijk uit, komt chopper langs. Nee, dat vliegt hij weg. Nou, nu jullie vijven. Schiet die sniper neer. Komt de gast naar je toe. Thanks. Huh? Waarom beleef je? Waarom pak je niet het... Ah! Waarom worden we gerevived? Die drone. Oh. Naar binnen, Mike. Kan je mij reviven? Chill. Gewoon gered door de drone. Ja, dat is wel droog, ja. Waar is die gast nu dan, hè? Oh, hier was nog een antifoid. Is dat wel mission complete, hè? Wapen, maar ik raak er eentje neer en niemand die raakt me in mijn gericht. Rug. Leuk joh. Die wapen zit hier buiten, hè? Weet ik. Hier hebben we ammo. Shit pakken, weet je. Mijn wapen, maar ik werd toen kapot geschoten. Ik zweer het je, Jero. Doe je dat dan zo'n soort van synchroon of zo? Ja. Ik denk dat je rugdekking. Dat weet ik niet echt. Kogels opvangen. Helaas kreeg ik zelf ook al een aantal. Dan komt hij met zijn drootje. Ja, joh. Binnen de chaos. Oh, wel geweldig die drone. Hey, het heeft jullie wel gerest. We ruigen de rest even weg. Ja. Maar ik bedoel het niet sarcastisch. Ik bedoel, dat is echt geweldig die drone. Ik bedoel, midden in de chaos kan je gewoon iemand reviven. Wat is er beter dan dat? Nou, instappen en wegwezen. Chops daar, hè? Allemaal choppers. Je wilt een chopper? Chopper, chopper. Altijd chopper. Er zit nog steeds die dode gast erin. Zie je dat? Dat is een mooi chopper.
Oeh, die andere is nog toffer. Instappen. Wat check die chopper dan? Oh, die is kapot. Maar die zag wel vet uit. Ik ben Gunner. Gaan! Ga dan. Ja, ik ben die beest bestuurde, ik niet. Kapot. Niemand gaat dus vliegen ook, hè? Ja, meestal ben jij de bestuurder, dus dat kan ik al een beetje op. Maar soms vlieg jij ook wel eens, dus ik denk van nou. Niet altijd, meestal vlieg jij. Meestal wel. Nu niet. Ja, dan gaan we naar de volgende chopper. Ja. Pip gaat vliegen, ja. Gekkes. Remmen. Hoi. Pep is chopmeester. Uh-oh, dat is niet zo goed volgens mij. Waar is die andere ook weer? Vliegtuigje? Of rennen? Ik neem mijn vliegtuig. Ik denk dat deze ook zo kapot gaat, Tero. Ik denk nu eigenlijk. Dus. Gewoon doorrennen. Fucking Christ. Daar komt Mike hier dan. Oh ja, daar kom ik hoor, geen probleem. Die vliegt weg. Oh nee. Kijk eens, hier is de job. Wie wilde mee en wie wilde lopen? Nou, dat wordt lopen voor Pep. We moeten er buiten heen. Gaan we hierheen. Oh, 8. Dat is al gemarkeerd. Nou, nu is A en CC. Ah, is een beetje kapot geschoten. Oh, oh. Hij is kapot. Hij werd ondertussen kapot geschoten. Ik de map stond te kijken waar we heen moesten. Dat is niet cool, toch? Nou maar de old school wachel. De hel zijn die gasten. Het ziet er ook zo droog uit hoe jij er achterheen zit, weet je. In die houding. Je moet eens onder de wagen kijken, dat is leuker. Onder de wagen. Ja, je ziet die guns voorbij eruit steken. Inderdaad, ja. Dat is fout. Oh, een chop. Must fight for the chop. Mike gaat moeilijk doen. Precies. Heb het hier wel over een chop? Ik kan hier niet omhoog. Lim. I got this,
Mikey! Hoi! Hoi! Of je rijdt om. Echt, hè? Maar, Mikey, wat is met jullie mooie helikopter gebeurd? Ja, een stuk. Fuck je dan naar beneden? Found a Sicario leader. Let's fuck with his sense of well-being. Use him to spread some fear. Oh. Wee. Oh. A shipping manifest from the quinoa processing plant. What's the cartel want boxes of quinoa? Are you afraid? Because you ought to be. Not because I might gut you and send you walking home with your intestines in your hands, but because I'm here to destroy your world. Santa Blanca will burn to ash and crumble to dust. Tell your amigos there's no place to run. Holt, what's your take on the cartel using the quinoa processing plant to smuggle coke? That sound right to you? Drug smugglers have tried that shit plenty of times in the past, but never on this kind of scale. Here, the cartel can get the cocaine into the boxes as they come off the plant's assembly line. The inner bags get an airtight seal, and the quinoa helps conceal the scent from drug-sniffing dogs. Ta-da! It's veel cooler, toch? The plant's a legitimate target. Let's get after it. Say goodbye to your reputation, tough guy. Doggy! Jullie vergeten Doggy! Doggy. Huh? Die gaat raar dood. Ziet ik hem met kogels? Gebeurt helemaal niks. Geen bloed, niks. Twee, drie seconden later gaat hij een keer dood liggen. Zeg echt fucking fout uit. Nou, alle auto's weer aan gort geholpen. The cartel is using a local quinoa factory to package and smuggle cocaine. Get in there and shut the place down. Is dat een missile? Nee. Where do you think this rail line runs? I bet it takes you all the way to the Brazilian border. Wait. Moet kunnen. Ja! Dit vind ik een geweldige landing. Dit was zonde voor mij. Wat een snipers. Snipers overal. Wat? Waarom? Oh, echt? Andere sniper. Hello. Bye. Doe je het? Jij doet het. Hey, Pep, kom eens erboven. Met je drone! Miep, miep. Ja, daar komt hij aan. Oh, yeah. That was close. Target the conveyor belts. The assembly line, hold up. Nou heb je schoten dan. Voilà. Fuck you. Nou weer dan. Ja, ik ook. Oh, dood. Oh, ja, dat is niet anders. Niet echt, hè? What the fuck? Krijg je ook paf? Ja. Dat is die sniper die in het huisje daar zit. That's gonna hurt. Fucking hell!
Welkom is bedrogen weer. The assembly line can't run without him. Oh, fuck, shit. Man. Stout job. The drone is up. Thank you. Dat is wel echt heel makkelijk om zo te healen. Kut. Ik ben dood in het gebouwtje onder jullie. Oké. Okay. We hebben een drone. Drone is up. En waar is het nog cool dan? Nou, gaan we hier naar beneden. Iets naar voren en dan op een schieten en leven pakken. Goed zo. Alsjeblieft. Kijk eens hoe ik zit, Pep, boven je. Ik ben verstopt. Huh? Wat de? Nee, ik heb op de grond. Oké. Okay. Weird. The fuck are we? Ah. Shit. Frag out. Roll up, bitches. Joepie! Time to exfil before cartel reinforcements arrive. Ah, zat die goed choppen hier goed neergezet, joh. Zo. Oh. 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 Einde rit! Dat had allemaal bij. Zoeken hier. Ja. Shit. Ja, dat had ik, dat probeerde ik ook al. Riding the motorcycle. Yesterday was the first time I saw El Wade. Frag out, get face off.
You can put to bed any doubts you have that he'd be going back to work. The man is a machine. His face is all wrapped up in gauze like the goddamn mummy, and he's still giving me a 5 cent tour of the mines. You know, I like this guy. If he wasn't a criminal, he'd be a fucking TV movie of the week. His face burnt off, and just a couple of weeks later, he overcomes diversity to run. Oh, an epic explosion resistance. Full maxed out. Always gunning for revenge on this Unidad officer he blames for blowing his face up. That's cool. You know, at the mine, after getting a whole lot of sideways glances, I realized that all these miners knew who the hell I was. I've been around so long that all these Bolivians think of me as a cartel buchan. But you know me. I try to be a nice guy, a friendly guy. These miners, they were acting like I was walking. Yes, what new? It's kind of weird when everybody you look at is scared shitless. Huh? Had voor gezien. Dit is goed, man! Oké? Oké. Dit is goed, man. Snorblower en Rage Quit.